Dus de auto uit, maar wel eentje die rijklaar werd aangeboden. Ditmaal viel ons oog op een 6 jaar jonge Deux Chevaux, bijgenaamd Lelijke Eend, die bij een autoverkoper op de Veluwe in het zonnetje stond te blinken. De handelaar waarschuwde ons wel dat de eend wat steenslag voor zijn hoofd had gekregen en dat we wel eens drijfnat zouden kunnen worden als het tijdens een rit zou gaan regenen, want er zaten hier en daar wat scheuren op lasnaden, maar er doorheen zakken, nou nee, dat zou niet gebeuren. Dus legden we de afgesproken 700 gulden op tafel en reden met onze nieuwe aanwinst naar de politie voor een keuring. Ja, meneer, hoe vindt u onze jongste aankoop? 700 gulden heeft hij gekost. Ja, afgaand op de prijs zou je al moeten zeggen, het is niet veel. Maar als ik het zo zie aan de voorkant, dan lijkt het er ook inderdaad op dat het niet veel is. Kijk nou maar bijvoorbeeld hier naar die bumper. Met ijzerdraad vast. Nou, dat ding dat zit natuurlijk zo los. Ja, wat mij opviel toen ik hier naartoe kwam rijden, was dat hij van binnen zo verschrikkelijk stinkt naar rook, benzine, onaangenamelijk. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dan zal er wel een lekkage zitten in het uitlaatsysteem, waardoor je dus die uitlaatgassen naar binnen krijgt. Maar dan moeten we kijken. Dan moeten we even onder de motorkap kijken. Mm-hmm. Nou ja, kunnen we er makkelijk bij, hè? Maar dan moeten we waarschijnlijk even de motor starten, ja, om dat te zien. Dit is een gaslekkagemeter en daarmee kun je dus de concentratie gas meten. En de categorie aanduiding hier geeft gewoon aan in welke mate er sprake is van een grote concentratie. En dat betekent dat de vrijkomende gassen hier door de fin als het ware in het verwarmingssysteem wordt geblazen. En dat krijg je dan in het personencompartiment. Levensgevaarlijk dus. Het is erg gevaarlijk. Bij de aankoop wilde de motor niet starten. Dat kwam omdat er geen benzine in zat. Hoe kan dat? Dat kan heel logisch zijn als hij benzine verliest of hij verbruikt overmatig. Maar je ziet hier dat de benzineslang lek is. Bij de verkoop had onze koper al ontdekt dat er allemaal gaten in de bodem zitten. Nou, dan gaan we dat even bekijken. Ja. Je ziet dat het hier toch wel vrij ernstig is, hoor. De verkoper zei dat je er gewoon een plaatje onder kon lassen. Nou, en dat kun je wel vergeten. Kijk, die bodemplaat, die is ook over de verdere lengte volledig verrot. Hier zit namelijk de stoelbevestiging. En die kun je dus gewoon heen en weer halen. Hij kan eruit. En dan zie je dat de bevestigingspunten volledig verrot zijn. Van dit soort auto's is bekend dat ze nogal los op de vering staan. Maar bij deze is het helemaal het geval. Ja, het is niet eens. Het lijkt meer een dromedaris, hè? Zo schommelt hij. Hoe komt dat nou? Nou, de veerdempers van deze auto, die zijn allemaal kapot. En we zien dat bij deze de buitenkoker helemaal is weggerot. Wat voor een gevolg heeft het nou als je ermee gaat rijden? Nou, dat betekent dat het natuurlijk erg van invloed is op het weggedrag. En buiten het feit dat de wielen het contact met het wegdek verliezen, betekent het ook dat in bochten hij de neiging heeft om uit te breken. En dan verlies je eigenlijk de macht over het stuur. Dan verlies je de macht over het stuur. Ja, majoor, wat doen we met deze auto? Je kunt er toch geen mens meer aandoen om hiermee te gaan rijden. Dus moet je vernietigen. Die zien we nooit meer terug. En daar vond de politie een mank, wankelend, lelijk eendje. Het bleek ons sprak van de weg te zijn. Waarom hebt u deze auto aangehouden? Nou, het was donker en ik reed achter die auto en ik zag dat van het linkerachtlicht, daar was het glas van verwijderd, waardoor ik werd verblind min of meer. Dat was eigenlijk een reden geweest om die auto te controleren. Ja, en toen schrok je waarschijnlijk wel, hè, als ik het zo aan de buitenkant zie. Ja, toen stapte ik met die man uit en we keken eens rondom de auto naar de rijtechnische staat. En dan bleek dat aan deze kant, als je de plakband verwijderd hield, dat de auto bijna door midden was. Dat was voor ons dan ook een reden om de auto mee naar bureau te nemen om rijtechnisch verder te onderzoeken. Wat was de reactie van de bestuurder? Nou, die man wist wel dat hij rijtechnisch in minder goede staat was, maar hij dacht dat hij er nog wel even mee kon rijden, dat het nog wel ging. We hebben de auto inmiddels op de brug gezet en dan zien we de onderzijde van de achterkant. Hè? Daar is het niet helemaal pluis. Wat we zien is een deel van de langsbalk van deze auto en door roestvorming is inmiddels een gat ontstaan in deze balk.
Ook aan de andere kant kunnen we zien dat de roestvorming al enige gaten heeft veroorzaakt. En men heeft dat opgevuld met siliconenkit. We hebben zo even ook gezien dat aan de voorzijde bij de motorkap er een enorme scheur is. Hè? Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben? Ja, wat we hier vervolgens zien is ook een deel van de langsbalk, maar nu aan de voorzijde van de auto. En we kunnen zien dat die balk hier ernstig beschadigd is door roestvorming. Dat is een heel stuk weggeroest. Dat is ook aan de andere kant het geval, hè? Dat is aan de andere kant precies hetzelfde. Mm. En we kunnen hier tevens zien dat het materiaal hier opgestuikt is. En vermoedelijk is dat ontstaan omdat er met de auto tegen iets aangereden is. En als we dat bewegen, dan kunnen we daar speling zien. Het is een voorwiel aangedreven auto. Op dit voorste deel van de langsbalk daar rust ook de motor. Daarbij zijn de remtrommels tegen de zijkant van de motor gemonteerd. En het is zeker niet denkbeeldig dat door het regelmatig accelereren en remmen dat de zaak afbreekt. En wat nu? Het is afgebroken. Vernietigen. Zien we nooit meer terug.